Het woord is aan meneer De Rauwe. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, afgelopen zaterdag berichtte het Nederlands Dagblad over het gestegen aantal ongelukken in 30-kilometer zones. De zones zijn bedoeld om de veiligheid van onze burgers te beschermen, maar een tegendeel blijkt hier helaas waar. Zo komt het voor dat gemeenten strooien met verkeersborden waarop 30 staat, maar laten zij na echte infrastructurele maatregelen te nemen om de daadwerkelijke veiligheid te vergroten. De gevolgen zijn bekend. De schijnveiligheid neemt hier toe, de verkeersveiligheid neemt hier af. En mijn fractie heeft dan ook de volgende vragen aan de minister. Hoe verhoudt het gestegen aantal slachtoffers zich met het kabinetsbeleid om het aantal doden en gewonden in het verkeer te reduceren? 2. Is de minister het met mijn fractie eens dat een geloofwaardige limiet moet passen bij het wegbeeld en dat alleen het plaatsen van verkeersborden volstrekt onvoldoende is? Welke maatregelen kunt u nemen tegen gemeenten die zich niet houden aan de richtlijnen zoals ze die afgesproken hebben? En klopt het dat de politie niet optreedt met controles als de wegen niet ingericht zijn conform de CROW-richtlijnen? Ten slotte, voorzitter, is de minister bereid om dit onderwerp zo snel als mogelijk te agenderen binnen het Nationale Mobiliteitsberaad en hierop actie te ondernemen? Dank u wel. Het woord is aan de minister van Verkeer en Waterstaat. Voorzitter, ik dank u vriendelijk. Dank aan de heer De Rauwe voor zijn vragen over een belangrijk onderwerp. Verkeersveiligheid, waar wij vorige week ook nog met uw Kamer nadrukkelijk over spraken, is natuurlijk in het algemeen van groot belang. Maar zeker ook het functioneren van een 30-kilometer-zone is heel erg belangrijk. Want mensen hebben inderdaad, zoals u zegt, het gevoelen, de ouders van jonge kinderen hebben het gevoelen, dat hun kinderen in zo'n 30-kilometer-zone redelijk safe kunnen spelen en kunnen wandelen, met vriendjes rond de buurt kunnen rennen. En dan is het des te belangrijker dat dat niet alleen een gevoel van veiligheid is, maar inderdaad ook echte veiligheid in de praktijk. Daarom is het SWOF, ons Verkeersveiligheidsinstituut, bezig met een onderzoek naar die voetgangers en fietsers in dit soort zones. Nu is het moeilijke van dit moment dat het inderdaad zo is als u zegt, dat ergens in een krant, ik geloof het Nederlands Dagblad, een artikeltje heeft gestaan, maar dat dat onderzoek zelf helemaal nog niet gereed is. Het SWOF heeft mij vandaag nogmaals bevestigd dat het onderzoek over zo'n maand of twee zal worden gepubliceerd. En dat maakt het altijd moeilijk, want daarmee zijn de gegevens nog niet compleet, dienen bepaalde dingen nog te worden uitgezocht. Ik heb toch, toen ik hoorde dat ik hier in de Kamer mocht komen optreden, een navraag gedaan bij het SWOF en gekeken wat kan ik u nu toch al melden. Het volgende heeft het SWOF mij gemeld, ook naar aanleiding van hun eigen factsheet zone 30 kilometer. In straten met een limiet van 30 km per uur is het aandeel van dodelijke ongevallen tussen 1997 en 2007 ongeveer gelijk gebleven. Het risico is sinds 1997 aanzienlijk gedaald. Het is dus al met al beter geworden. Ook ten aanzien van 2002-2007, de periode waarvan in de pers op een negatieve manier werd gecommuniceerd, lijkt het beeld niet zo te zijn dat het met de veiligheid echt significant slechter is gegaan. Dan zult u zeggen, toch stonden er cijfers in de krant. 20 doden 2002, 39 doden 2007. Nou, wat schijnt dan te spelen? Allereerst is de vraag of de ene categorie dezelfde is dan de andere. Als bijvoorbeeld bij de 20 doden tal van slachtoffers niet zijn meegenomen, maar bij de 39 het een totale basket is waar je alles in meetelt, dan is het niet goed met elkaar te vergelijken. Het tweede is, zeker zo belangrijk, dat je ook moet meetellen hoeveel meer 30 kilometer zones waren er in 2007 ten opzichte van 2002. He, want als je drie keer zoveel zones hebt of twee keer zoveel zones, dan moet je dat wel meenemen in de manier waarop je de gegevens vergelijkt. Hoe het ook zij, voorzitter, het SWOF heeft dus gezegd dat het niet significant slechter gaat, sterker nog, dat zich het beeld opdringt dat het met de zones juist stap voor stap beter gaat. Dat is natuurlijk positief nieuws. Dat wil niet zeggen dat wij niet moeten blijven kijken, kan het nog beter. Ik denk dus dat het van belang is dat we het onderzoek afwachten. Ik vind het heel moeilijk om daarop vooruit te lopen, maar ik heb toch enigszins het beeld willen nuanceren dat ze negatief was. Er dringt zich eerder een positief beeld op. Ik ben het wel met de heer De Rauwe in beginsel eens dat natuurlijk een 30 kilometer zone niet alleen het plaatsen van een verkeersbord moet zijn.
Dus als het onderzoek er komt, dan gaan we kijken naar hoe zit het nou met die straten zelf. Zijn die straten zelf ook veilig genoeg? En als dat blijkt dat we daar dingen moeten verbeteren, dan is dat natuurlijk eerstens de bevoegdheid van de gemeenten die daarover gaan. Ik leg zelf geen zones aan in Valkenburg of in Buitenpost. Maar ik zal dan wel bij het Nationaal Mobiliteitsberaad het VNG erop aanspreken en zeggen, mensen, volgens het onderzoek kan het op dit soort punten gewoon beter en moet het beter. En dan zal ik u natuurlijk onverwijld communiceren wat de reactie is van de gemeente aldaar. Rond uw vraag rond het optreden van de politie. Alleen als de CROW-richtlijnen zijn geëerbiedigd, dan zou de politie optreden. Dat punt wil ik graag opnemen met mijn collega van Justitie. En daar zal ik u, zodra ik daar reactie op heb, nader over informeren. Voorzitter, al met al is het beeld dus niet zo negatief, lijkt het niet zo negatief te zijn als was gebleken. Maar mocht het zijn dat uit dat onderzoek dat over 2 maanden gereed komt, toch nadrukkelijk verbeteringsaanbevelingen zijn, dan ben ik zeker gemotiveerd om die binnen de grenzen van het redelijke positief op te pakken. Dank u wel.